Dus ook Prolocus, dat is identiek, burgemeester. Ja, collega's, ik heb daarnet de uitleg gegeven. Ik wil wel één zaak opmerken ten aanzien van collega Fernand. Dat de mensen die wij voordragen, dat die wel degelijk een gedegen financiële achtergrond hebben om die opdracht naar behoren uit te voeren. Goed, collega's, zijn daar waarschijnlijk geen vragen rond? Dan kunnen we naar het... Nee, ik ga eventjes wachten, want anders is het een beetje vervelend voor Heidi. Dat was laag, hè? Zou je er niet te streng zijn bij het verbeteren, niet met die onhaalde? Ja, ik heb altijd een ruimte. Goed. 10 op 10. Voor alle duidelijk, een bolken met de juiste balpen. Hè? Vroeger ging alleen altijd rond om met in een bak, hè? Voor tijd te sparen. Ja, maar vind je moet die vraag bij het schip? Wat is dat? Ik heb een beetje bang dat ze de tijd heeft voordat de... Ja, ja. Hey, de rap tellen, hè, dat we nog tijd van moeten wachten op u, hè. Ja, dat kan, dat kan. Ja. Ja, maar loopt er een ander postje. Ja, een eerste kant, maar het gaat probleem zijn als het drie keer loopt, dat hij niet zorgt dat hij niet onderweg zo'n ander ploeg dat hij loopt. Ook staan we nog op de toetreding, hè? Ja, dat is het probleem. Ik had de twee kanten erin zitten lopen. Collega's, dubbele stemming. De geheime stemming is daarnet gebeurd, maar we moeten ook nog stemmen over de toetreding. Wie is akkoord om toe te treden? Toetreding. En ook dit is unaniem. Ook daar een beetje aarzeling, maar het komt goed. Ja, okay. Goed. Collega's, we hebben nog één punt. De verbruikersvergoeding voor de Oekraïense vluchtelingen. Schepen IJzerbaard. Ja, Leentje. Ja, de verbruikersvergoeding voor de Oekraïense vluchtelingen ligt hiervoor. Zoals in de commissie toegelicht, gaat het over prijzen tussen de 600 en de 750 euro, naar gelang de grootte van de woning en de oppervlakte. Nu, er waren heel wat vragen over het Engelenhof. Ik heb daar vanmiddag van Christophe een antwoord op gekregen. Maar ik zie dan die niet opgeladen zijn in Cobra. Dus ik stel voor dat ik de facturen... Bij vraag 1 staan ze. Ah. Ze staan blijkbaar bij vraag 1 van Oekraïne of de gemeenteraad dan. Ja. Ja. Dus voor wie het gezien heeft, er zijn wel degelijk werkzaamheden gebeurd in deze woningen, waar er een aantal vochtproblemen waren in het verleden. Nu is er daardoor een erkende firma... werken gebeurt van een 12.109 euro voor de vochtproblemen
en 2219 euro ongeveer voor andere werken. Die zijn gebeurd in juni 2021. Nu, toen we wisten dat de woningen of de appartementen in de Spoorwegstraat niet voldeden aan de veiligheid, zijn we dan overgegaan naar de woningen in het Engelenhof, die voorlopig vochtvrij zijn en opgeknapt waren. En daar zijn dan in maart nog enkele afwerkingen gebeurd door onze eigen diensten, namelijk de helling in de woning is nog een keer gecontroleerd en aangepakt. Er is geschilderd, er zijn nieuwe meubels geplaatst, er zijn opknapwerken gebeurd aan de tuin en er is een aankoop geweest van een wasmachine. Nu, er is ook naar brandveiligheid rookmelders aanwezig, brandtekens en blussers die elk jaar zullen gecontroleerd worden. Dus wie dat de facturen wil zien, moet dus blijkbaar naar de gemeenteraad gaan bij vraag 1. Ik weet niet als hier anders nog vragen over zijn. Ja, zijn er nog vragen? Eddy? Ja, dank u Schepen. Ik had op de commissie gevraagd om een overzicht van hoe men aan die prijzen komt. Ik zie dat hier niet in het dossier zitten. De prijzen zijn wel opgegeven, maar er wordt nergens een verwijzing gemaakt van kijk, wij hebben ons gebaseerd daarop en dat zit zo en zo in elkaar. Dus eigenlijk wordt het zo'n beetje, het is een beetje vloe artistiek en je weet niet van waar dat die cijfers eigenlijk komen. In één keer wordt er 600 euro gevraagd, dan een keer 700, dan een keer 750. En je kunt niet uithalen uit het dossier van hoe men aan die cijfers komt. Dank u wel. Ik wist het woord nog aan Christine. En daarna aan Kathleen. Christine. Dank u wel. Ik heb nog een drietal vraagjes hierover. Of dat er afspraken gemaakt worden voor het verkrijgen van bijvoorbeeld voedings- en andere producten met een bedrag erbij, zoals bij de Eloïse. Dat vroeg ik mij af. En dan ook, hoe kan je praktisch gezien het sociaal-financieel onderzoek voeren bij de Oekraïense vluchtelingen? Omdat dat ook niet evident is. Of moeten jullie dat zelf doen? Of hoe gaat dat? En dan vind ik ook wel dat de huurprijzen niet naar de hand zijn zoals wij zouden willen. Dat ze eigenlijk wel vrij hoog zijn. Als ik de vergelijking maak met bijvoorbeeld een assistentiewoning, misschien is dat niet goed te vergelijken, maar dat is, laten we zeggen, in het zorgbedrijf Meetjesland, neem nu 23 euro per dag, is 690 per maand. Als je dan kijkt, 750 voor een appartement, voor mensen die op de vlucht zijn, is dat toch wel zeer veel. Dank u wel. Kathleen, u had ook nog een vraag. Ik zal hem misschien toch nog meegeven en dan komt het antwoord. Ja. Ja, dank u wel voor het opladen van de factuur. Dat is één factuur. Oké, maar ik wil nog een keer herhalen wat ik op de commissie gezegd heb. Ik versta dit dossier niet. Hè. Ik versta dat niet. Hè. We hebben hier zo hard zitten roepen van kijk, dat huis kan dan niet aangepast worden, kan dat niet aangepast worden. Het antwoord was altijd, yes, het kan niet aangepast worden. Die zaken zijn zo fundamenteel. Er is een bouw, dat is niet goed gezet. Dat kan je niet oplossen. Dat moet in een groter geheel gezien worden. We gaan dat afstoten, want we gaan ons daar niets meer van aantrekken. En plots verandert men het geweer van schouder en kan het allemaal wel. Ik vind dat heel raar. En dan voor de prijs. Het is nog maar de vraag of de dingen die hier gebeurd zijn voldoende zijn. Is er vochtmeting gedaan? Gaan mensen daar nu opnieuw ziek van worden? Of is dat nu in één keer allemaal opgelost? Ik versta niet hoe dat kan. Ik voel mij in dit dossier compleet bedrogen. Maar, en dan is mijn bijkomende vraag nog. Dus blijkbaar is dat gebeurd. Het is betaald op 15/6/21. Zijn de werken waarschijnlijk afgerond, aangezien dat de factuur moest betaald worden. Maar toen is dat toch niet op de markt gekomen als sociale woning. Los van Oekraïne en toestanden van dat. Toen is er toch geen enkel signaal gegeven naar de burgers van kijk, dit zal een woning zijn. Want ik herinner mij de woningen in de Hospitaalstraat, waarbij de vraag stelde van kijk, je verkoopt er één. Eén is er goed geïnstalleerd. Dat was een noodwoning. Toen ook kwam de reflex naar ons toe, ook totaal niet. Er zijn er ook twee in Engelenhof. Ik versta van dit dossier niets meer.
kan maar goed zijn als dat goed gerepareerd is en die mensen wonen daarin en dat is gezond, dan is dat voor mij oké. Maar ik vind de manier waarop dat er gecommuniceerd is naar ons toe, rond dit dossier, beneden alle peil. Ik versta niet welke visie daarachter zit en wat de bedoeling was. Opeens kan het wel, opeens nemen we het toch weer zelf op. Maar het komt niet op de markt, het komt ook niet openbaar. Het wordt ook niet gecommuniceerd van we hebben daar een sociale woning die mogelijk zal... Allee, want nu zegt u, ja, meubels en zo, maar eigenlijk is dat niet altijd gebruikelijk hè, voor een sociale woning, dat die bemeubeld aangeboden wordt. Waarom is die dan niet in september aangeboden op de markt voor sociale woningen? We hebben zo weinig sociale woningen, we hebben er ik weet niet hoeveel tekort... Die is daar dan blijven staan. Die is gerepareerd en dat stond daar dan te wachten. Op wie? Op wat? Op de Oekraïners. Allee, ik versta daar niets van dat dossier. En ik voel mij hier totaal niet goed bij. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat de mensen daar niet ziek worden. Want dat is wel gebeurd met de voorgaande. En dat wat er hier gebeurd is, dat het behandelen van dat opstijgend vocht, dat dat zorgvuldig gebeurd is. En dat dat de oplossing is. Ik heb daar zeer erg mijn twijfels over. Niet omwille van mijzelf, maar omdat jullie mij overtuigd hebben van dit kan niet opgelost worden. We liggen in conflict met de bouw hier. Het is een dossier dat we niet goed krijgen. Er is rond geprocedeerd. Hey, omdat fundamentele bouw misdreef was. Hey, omdat constructie niet goed was. En nu, voor 10.000 euro, is het opgelost. Ik hoop alleen maar, uit de grond van mijn hart, dat die mensen daar goed kunnen wonen. Dat dat een goede woning is, want moest dat niet zo zijn, dan zou ik het heel erg vinden. Maar ik blijf dit een raar dossier vinden, maar goed. Goed, ja. Als dat jullie stijl is, dan... Dat is duidelijk. Ik geef het woord aan de schepen. Ja. Die voor eerst en vooral op uw vraag te komen. Ik heb dan een keer vragen bij Caroline, hoe dat ze dat juist heeft gedaan. Nu, zij heeft haar vooral gericht op de richtprijs rond het gebruik van de doorgangswoning. Dus die bedraagt 15 euro per dag, per persoon. Nu, daarin is exclusief de nutsvoorzieningen. Als ook bij sociale huurwoningen is dat 1/5 ongeveer van het inkomen. Ook exclusief nutsvoorzieningen. Zoals we weten zijn deze prijzen inclusief nutsvoorzieningen, brandverzekering en wifi. Dus ik denk dan dat maar degelijke prijzen zijn. Er is ook nagaan naar gelang de grootte van de woning, het oppervlakte, aantal kamers. Daarvan het verschil tussen de 600 en de 750 euro. Nu wat de huizen betreft in het Engelenhof. Het is inderdaad zo dat dat niet de ideale woningen zijn, maar dan de vochtproblemen dus wel degelijk opgelost zijn nu met die werken. Dus die mensen zullen nu geen schimmelongen creëren. Nu, dat zijn geen ideale huizen. Architectonisch is dat een volledig misbaksel. Ik ga dat niet zeggen. Die kamers zitten beneden, die living zit boven. Wie dat het bedacht heeft, ik heb er ook mijn vragen bij. Maar voorlopig kan het daar dus wel degelijk veilig gewoond worden. Nu, die huizen die waren nog altijd bij ons patrimonium. En die hingen eigenlijk, dienen nu na het vonnis van de rechtbank hebben wij dus die problemen moeten oplossen. We hebben dat dus ook gedaan in 21. En gingen die huizen gebruikt worden als doorgangswoningen, enkel indien echt nodig. En dan eventueel in de toekomst doorgeschoven worden naar de sociale huismarkt. Maar dat was nog niet voor direct. Dus die woningen waren nu momenteel nog altijd in ons beheer, waardoor we deze nu wel degelijk kunnen gebruiken, aangezien er geen vochtproblemen zijn. En dan er voorlopig het huis volledig opgeknapt is en volledig gemeubeld is. Nu, Christine, voor dan op uw vraag. Ik denk dat ook uw vragen daar een beetje bij aanleunden. Je valt altijd terug op die te hoge huurprijzen. Allee, of dat je de prijs te hoog vindt. Nu, wat dat mijn antwoord daarop is, is dat wij een rechtvaardig en goed sociaal beleid moeten voeren in Everhem. En dat ik hoop dat jullie als tegen jullie kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen, gelijk als je zei tegen Josse, als Leen IJzerwaard schepen was van sociale zaken en de vluchtelingencrisis was er, hebben ze in de diensten goed gehandeld. En ik denk, als we de huurprijzen lager zouden leggen, waar gaan we dan naartoe? Omdat
We hebben nog mensen die recht hebben op leefloon en die op de reguliere markt moeten huren. Jullie weten ook dat je op de reguliere markt hier in Everhem onder de 750 euro al zeker geen appartement vindt, als ook geen woning. Zeker niet zonder nutsvoorzieningen, zonder verbruikskosten. Die Oekraïense vluchtelingen die krijgen heel veel rechten. Dat is ook terecht. We kunnen daar defensief niet gaan ingrijpen, maar we kunnen wel die mensen hier opvangen en ondersteunen en we moeten dat zo goed mogelijk doen. En onze diensten werken daaraan en heel hard, alle dagen. Ik zit er hele dagen tussen en ik zie hoe hard de sociale dienst van ons werkt, met hart en ziel, en een goede band hebben met onze Oekraïense vluchtelingen. Er is ingezet op een tolk, dus die mensen worden extra bijgestaan, waardoor dat de taalbarrière, die soms heel moeilijk is, ik heb dat vanmorgen ook gezien bij onderlinge hulp, als de Oekraïense vluchtelingen om voedselpakketten komen, dat de taalbarrière echt moeilijk is, dat je met Google Translate moet beginnen werken, maar waar dat wij eigenlijk zeer veel werken voor onze sociale dossiers, doordat Elena halftijds in dienst is gekomen. Nu, voor verder te gaan op de rechten, die mensen hebben heel veel rechten, ze krijgen equivalent leefloon, ze krijgen de nodige zorg, ze krijgen kinderhulp. Nu, ik heb dan een keer berekend, de rechten die zij verwerven, bijvoorbeeld in Engelenhof 13, de familie die daar woont, heeft nu een totaal, en dat loopt al tot maart volgend jaar, is de wetgeving actief, op een leefloon van 3.665 euro en 82 cent. Als je dan hoort dat die mensen 750 euro huur betalen, dan vraag ik mij af waar dat de prijs te hoog zou liggen. De mensen hebben inderdaad rechten, maar ik denk ook plichten. En dan die plichten dus ook moeten vervuld worden. Dank u wel. Nog tussenkomsten. Christine, je was eerst, daarna Eddy. Ja. Dank u wel, Leen, voor uw antwoord. Er zijn een aantal dingen die mij nogal verbazen. Ja, onder andere ook zaken die u daar zegt, een bepaalde casus. Ik dacht dat dat eerder in geheime zitting moest, maar kom. Nu, ja, ik blijf erbij, of wij blijven erbij, dat die prijzen wel degelijk te hoog zijn. Adres, dat we die discussie al een keer gehad. Als je de straat en het nummer zegt, dat... Doe maar voort, Christine. Ja, ja. Oké. Dus daar ging het dus over, dat we geen casus gaan bespreken met naam en adres. U zegt inderdaad dat de mensen water, gas en elektriciteit enzovoort erbij krijgen. Nu, wij weten allemaal dat zij ook aan sociaal tarief die zaken, dat berekend wordt volgens van sociaal tarief. Dus dat is ook al heel wat minder. Die ze eigenlijk zouden moeten, wat er gerekend wordt. Nu, u vergelijkt ook mensen met een leefloon met vluchtelingen. Ik ben er echt van overtuigd dat er daar een hemelsgroot verschil is tussen vluchtelingen die uit een precaire oorlogssituatie komen en mensen met een leefloon. Dat wil niet zeggen dat mensen met een leefloon hier de hemel op aarde hebben, want die hebben ook moeilijkheden. Dat zijn eigenlijk allemaal redenen, te meer ook, waarom die huurprijs te hoog is. Ik zou er nog van alles kunnen bijzeggen. Ook het feit dat, zoals collega's van Groen ook aangehaald hebben, dat een aantal huizen, appartementen niet aan de gezondheidsbehoeften voldoen. Ook al zijn die wat opgelapt en goed dat dat gedaan is. Maar de schimmel zal wellicht toch wel blijven. Hè. Vandaar ook dat wij dan samen met de fractie Groen en de fractie Sterk een amendement gaan indienen. Is het oké dat ik het amendement voorlees, voorzitter? Ja. Ons amendement zou er zo uitzien. De tarieven van huur, van de huurappartementen voor de Oekraïense vluchtelingen worden berekend, conform de tariefberekening, volgens de inkomens van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dus eigenlijk de sociale tarieven. Dat is ons amendement. Ja. Op deze... Goed, dat komt straks. Christine, mag ik eventjes, Christine, ik wil eventjes tussenkomen. Geheime zitting of niet, hè? Dat is altijd op de rand, moet daarmee opletten. Hè? Maar Christine, in uw vraag staat op papier de naam van een zeer aangename collega vermeld. Als persoon, als model, ja,
En dan krijg je een beetje daarna van, ja, maar moet dat niet in een geheime zitting? Allee, dat vind ik toch niet goed compatibel. Meer zeg je daar niet over. Hè? Ja. Ik ga dat niet uitvergroten, maar ik wil ook meegeven dat we toch een beetje moeten voorzichtig zijn met de vinger te wijzen naar elkaar. Een beetje goede wil en een beetje een gezond verstand maakt dat die zaken... Het amendement komt straks. Kathleen. Ik wil juist een keer opmerken dat we in het verleden ooit een klacht gehad hebben omwille van het feit dat we een straatnaam en een nummer vermeld hebben. Maar in het algemeen in de gemeenteraad. We moeten daar voorzichtig toen gezegd zijn. Werd, je mag niet traceerbaar zijn. Je persoon identificeren. Ja. Dus het is daar, de bezorgdheid. De opmerking is juist. Ik heb nog een informatieve vraag. Het is louter, ik weet het niet. Hè. Dus krijgen wij nu als gemeente van hogere overheden subsidies om die mensen te ondersteunen? Want ik kan me niet voorstellen dat de gemeenten die nooddorpen daar op eigen kosten aan het bouwen zijn. En indien ja, over welke bedragen gaat dat dan? Algemeen, hè? Schepen? Wat dat de nooddorpen betreft, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, bij ons is als de vluchtelingen meer dan 3 maanden hier zijn, dan krijgen we per persoon 1.000 euro subsidie. Eenmalig. 1.000 euro per maand. Eenmalig. Eddy? Ja. Schepen, u zei daarnet de reden of de manier waarop dus de prijzen berekend zijn, maar dat zit niet in het dossier. Dus wij moeten nu voortgaan op hetgeen dat jij nu zegt, die jij gehoord hebt van de maatschappelijk werker. Eigenlijk hoort dat in een dossier te zitten, ja, die berekening. Ik vind die bedragen ook hoog, maar ik wil wel de achtergrond kennen van hoe kom je aan die bedragen. En dat kun je eigenlijk niet uit het dossier halen. Je moet gewoon zeggen van, ja, de ambtenaar heeft dat berekend en we moeten maar vertrouwen hebben in de ambtenaar. Ik denk dat dat zo niet werkt, he. Dat is ook faire behandeling van mensen. Zal ik vragen aan Caroline om dat nog een keer op papier te zetten en op mail door te sturen, als jullie dat willen. Ja. Collega's, ik denk dat we de discussie gehad hebben. U geeft nog geen antwoord op 2 vragen. U gaat dat krijgen. Ja. Ja, herhaal nog een keer, Christine, van de vragen. Ik wil ze graag nog eens herhalen. Er was een klein vraagje over of er afspraken gemaakt zijn met de Oekraïense vluchtelingen over bedragen voor voedingsproducten en andere producten, zoals dat bij de LOS gedaan wordt. Dat was mijn eerste vraagje. En dan het andere vraagje was hoe dat praktisch gezien het sociaal-financieel onderzoek gedaan wordt of niet, of wordt dat door jullie gedaan of zo, of door andere overheden? Praktisch gezien, het sociaal onderzoek verloopt dus zoals bij elk sociaal onderzoek in het OCMW, dus een maatschappelijk werker die met de cliënt aan tafel gaat en die bevraagd wordt en die rekeningen en zo controleert. En in dit geval krijgen zij dus hulp van de tolk om dat toch wel vlotter te laten verlopen. En wat dat betreft het geld voor voedselpakketten of zo, ja, zij hebben heel andere rechten dan iemand anders in de LOI. Dus zij krijgen een equivalent leefloon. En daarmee moeten zij alles dan bekostigen. En in aanloop daarvan, of als er een minimumleefloon is, of als er niet genoeg is, dan worden zij doorgeleid naar de voedselbanken en krijgen zij daar ook extra steun. Gelijk alle andere cliënten met een equivalent leefloon. Krijgen per maand, dat zij niet in aanmerking komen voor de voedselpakketten? Dat gezin zal niet in aanmerking komen, maar het gaan ook anderen zijn. Het is natuurlijk per gezin, per familie te berekenen hoeveel dat het leefloon is. Hè. Goed, collega's. Fernand vraagt het woord. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb toch een kleine bedenking daarbij. Los van de materie van die vluchtelingen. Maar wanneer we die mensen daar een teveel gaan aanbieden, want men zegt altijd maar, die huishuren zijn hoog. Maar als men dat gaat vergelijken met hetgeen dat die mensen verdienen, hinter, maar dat ze dus wonen 500 euro in de maand of 350 euro in de maand, er zijn er niet vele van 5.000 euro in de maand, laat ik een keer gelezen hebben, Frans.
Maar de mensen verdienen daar ongeveer 400 tot 500 euro in de maand. Nu, als men die mensen hier gaat binnenbrengen, en ze hebben een zeer grote overschot op hun leefloon, meer dan 750 euro dan ze moeten betalen voor hun huishuur, kunnen ze misschien een heel groot overschot. Ten tweede, die mensen leven niet op dezelfde manier als wij. Hun uitgaven zijn kleiner dan onze, dus ze zouden meer spaargeld kunnen hebben als wij om de deur. Doordat ze een andere levensstandaard hebben. En het gevaar zit er daar wel in dat die mensen hier gaan blijven hangen. Aangezien dat ze een statuut hebben, dat ze hier mogen blijven hangen. Zonder dat ze een aanvraag moeten doen. En ik vrees ervoor, als men zo te veel rijkdom gaat schenken op één keer, dat men hier veel mensen gaat blijven hangen in de hangmat van de werkloosheid. En dat is een beetje mijn gevoel daarover. Want in principe hebben we geen enkele controle meer op hetgeen dat die mensen gaan doen. Oké? Okay? Men zegt bijvoorbeeld, u geeft ze leefloon. Voor mij is dat verkeerd. Je zou ze moeten zeggen, je steekt ze in een normale opvanging, een normale woning, geeft ze eten en geeft ze kleding. En geeft ze drinkgeld. Maar als je ze gaat beginnen met geld, kun je dan nu bezig zijn. Er zijn dan mensen bij, als je een keer een getal gehuurd hebt, die ze hier momenteel krijgen, wat andere veel mensen zeggen, dan denk ik niet van pensioen of zo verder. Hè. Als je dat dan een keer gaat nadenken, hè, spreekt er van radius te zoveel euro, voor een gezinnetje. Er zijn er veel mensen die in pensioen zijn, die dat niet ontvangen. Hè. Die ook 700, 800 euro moeten betalen. Hè. Die misschien zouden was dan moeten nabetalen. Hè. We moeten toch een beetje voorzichtig zijn met zo te zeggen. Het is weinig dan ze moeten betalen. Allee, dat is mijn bedenking daarbij. Dank u wel, Fernand. Kunnen we naar de stemming gaan? Christine, ik zou voorstellen, als je nog iets te zeggen hebt, doe het dan. En dan gaan we uw amendement nog een keer herhalen en gaan we stemmen. Ja. Dat er nog een antwoord ging komen van Leen op de vraag van Fernand, maar blijkbaar niet. Ja, het was eigenlijk geen vraag, het was een opmerking. Hè? Het was een duidelijk standpunt, maar er mag een antwoord op komen. Leen, ja? Ik wil wel reageren, want ik denk dat Fernand op een punt wel gelijk heeft. En dat bedoel ik ook met dat rechtvaardig beleid. Als wij die mensen nu een jaar lang aan heel goedkope huurprijzen gaan laten huren met een equivalent leefloon en die mensen blijven hier, van mij mag dat, maar die mensen komen op de gewone arbeidsmarkt en op de gewone woonmarkt, dan denk ik dat die mensen heel ontgoocheld gaan zijn. Ja, nog nieuwe elementen, Eddy? Ja. Ik vind dit dossier, net als eigenlijk vorige maand ook, een beetje met haken en ogen aan elkaar hangen. Dus Suir is niet volledig en ik heb daar een zeer slecht gevoel bij dit. Dat is echt niet goed voorbereid. En ik ga niet de steen werpen naar iemand in het bijzonder, maar dit dossier is niet volledig en niet in orde. Dank u. Christine? Oké. Ik denk dat ik nog eens het amendement voorlees. Ja, wacht even. Dat is laatst dat het iedereen het goed weet. Zijn er nog tussenkomsten? Kathleen? Ja, ik wil de discussie niet op de top drijven, maar... Allee, Leen, wat zei je nu eigenlijk aan het zeggen? Dat de leeflonen te hoog zijn. Hij zegt nu, op dit moment, los van de opmerking van Fernand, want dat is een andere opmerking, van die mensen zijn dat niet gewoon. Nu zegt hij van, die leeflonen zijn te hoog, want als ze op de reguliere arbeidsmarkt gaan komen, gaan ze teleurgesteld zijn. Ze krijgen toch hetzelfde van andere mensen? Ze krijgen toch ook niet meer? Ze krijgen toch het leefloon die, als er daar op dat moment 6 Vlamingen zouden in dat huis wonen, zouden zij toch hetzelfde bedrag krijgen? Er zijn toch geen extra's aan die mensen gegeven? Dus allez, ik versta die redenering niet. Dat is een hoog bedrag. Het gaat ook over 6 mensen die daar moeten van leven. Maar dat mag uw mening zijn. Maar ik versta niet de redenering. Je zegt, en dan kijk een keer naar Fernand. Hij heeft natuurlijk gelijk, maar die mensen wonen op dit moment gelijk. In de zin van, daar zou het veel minder zijn. Maar ik veronderstel dat het leven daar ook iets goedkoper is, naar voedingsmiddelen enzovoort. Dat weet ik zelfs niet. Plus, ik heb ook gezien, je hebt het zelf gezegd ook, de mensen die in Everhem gekomen zijn, zijn mensen die vaak een van de eerste gevlucht zijn. En vaak gediplomeerden zijn. Die wel wat in een mars hebben. En die hier verwacht worden van zo vlug mogelijk op de arbeidsmarkt te gaan.
Dus waarom zouden zij dan teleurgesteld zijn? De enige hinder kan misschien zijn dat ze niet Nederlands zijn. Maar ik hoor ook dat er... ik hoor nu bij omringende gemeenten dat er altijd wel iemand tussen zit die fatsoenlijk Engels kan. Of zelfs meer dan enen. Waardoor dat ze eigenlijk vrij vlot op de arbeidsmarkt kunnen verschijnen. Want we hebben overal volktekort. Maar ik kan niet goed volgen. Ik kan niet goed volgen. En de bezorgdheid van het Vlaams Belang, dat is de bezorgdheid van het Vlaams Belang. Ik heb daar geen mening over. Schepen, aan jou het woord. Ik bedoel dat ze gewoon onthoofd gaan zijn in de huurprijzen. Omdat er... Ze gaan geen goedkope huurprijzen... als ze nu goedkoop kunnen huren, inclusief nutsvoorzieningen, wifi en brandverzekering, en daarna komen ze op de gewone woonmarkt en arbeidsmarkt, dan gaan de kosten sowieso veel hoger liggen. En dan gaan die mensen ontgoocheld zijn, want dan gaan ze wel €800 moeten betalen. En gelijk dat van dag van vandaag is in energieprijzen, €200 in de maand elektriciteit en gas en een brandverzekering van, ik weet niet wat dat kost, €90 of €100 per jaar. Dat bedoel ik daarmee. Ik zeg niet dat de leeflonen te hoog zijn, dat heb ik niet gezegd. En dat was ook niet de bedoeling. Collega's, het amendement, Fernand. Ja, ik heb nog maar niet veel gesproken, je krijgt het woord. Ik ben Kathleen Pesman. Kathleen, u heeft in Denemarken gewoond. U weet ook, de stedenstandaard in Denemarken is zeer hoog. Als je naar hier gekomen bent, heb je ook geen smeurenbrood meer gegeten al door, want dat is zeer duur. Dat kun je niet permitteren hier. Dat is de zaak dat die mensen hinter hun levensstandaard, hun gewoontes, hun uitgaven, niet alleen omdat ze lager zijn daar de uitgaven, maar dat ze een heel ander leefpatroon hebben dan wij. Dus, Kathleen, als je in het buitenland gewerkt hebt, weet je de leefpatronen van het buitenland. En je moet toch een beetje weten dat in Denemarken smeurbrood eet smeurs en niet een gewone boterham of een rode boterham, met mijn smaak op. Er zit er een groot verschil in, toch, volgens mij. Ten eerste was Noorwegen en ten tweede hadden wij geen groot inkomen omdat mijn man in de gezondheidszorg werkte. Collega's, we gaan dat hier in Evergem regelen. We gaan dat hier in Evergem regelen. Die hier zijn, ik weet ook niet van waar die komen. Wat waren die en hoeveel verdienden die? Christine, uw amendement. Oké, ik ga... Oké, want... Goed, het amendement... Ik kan het echt niet laten, maar ik wil eerst toch nog zeggen... Het amendement. Dat wij ons op glad ijs begeven nu in deze discussie. En ik word daar echt, een beetje zenuwachtig door. Want ik hoor hier... Er wordt hier gedacht in hun plaats. Er wordt hier geoordeeld in hun plaats. Wie zijn wij om daarover te oordelen, om te denken van die mensen gaan onthoogd zijn, die mensen gaan dit, die mensen gaan dat. Dat zijn mensen zoals wij. Collega's, wij gaan niet denken in anderen zijn plaats. Wij zijn hier voor te stemmen over een voorstel van prijszetting. Ik vind wel een en daar komt het amendement op en dat gaan we nu een keer herhalen. Ik ga dat nu voorlezen, maar ik vind dat wij geen paternalistische houding mogen aannemen tegenover de vluchtelingen die hier nu komen. Stop. En dat is gezegd. Het amendement is de tarieven van de huurappartementen voor de Oekraïense vluchtelingen worden berekend confer de tariefberekening volgens het inkomen zoals sociale huisvestingsmaatschappijen dat doen. Dank je wel. Wie is akkoord met dit voorstel? Wat hoger is. Wie is niet akkoord? We zijn aan het stemmen, Kathleen. En wie onthoudt zich? Dus dit amendement is niet aanvaard. Nu gaan we naar het voorstel vanuit het college. Wie gaat akkoord met dit voorstel van prijszetting? Wie gaat akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Drie fracties. Kan daar nog iets nieuws aan toegevoegd worden? Ja. Ik verwonder me, Kathleen. Ja, zeg maar. De reden van onthouding is... Ik heb Leen in de commissie en vanavond ook horen zeggen... Zij worden behandeld zoals alle andere mensen. Hè. We willen een faire behandeling. En wij vroegen met dit amendement een faire behandeling. Dat is genoteerd. En wij denken dat dit mogelijks nu niet zo is. Mogelijks. Het is lijkt dat de burgemeester zit te gesticuleren. Het zou kunnen zijn dat het zelfs hoger is, het bedrag. Maar het zou dan voor ons transparant en fair zijn. En daarom hebben we ons onthouden en niet tegengestemd. Dank u wel. Duidelijk. De discussie is gesloten. Motivering voor de onthouding. Christine.
De onthouding is dat er ook vele goede dingen in het dossier zitten. Maar het dossier is niet, het is voor ons niet consequent genoeg in verband met de prijsberekening, in verband met ook de gezondheid van de woningen. Daarom onthouden wij ons. Fernand, motivering? Ik hoor dat, hè? Ja, we hebben het gehoord. Collega's, uitslag van de stemming van daarnet bij punt 1. Je hebt bijgeleerd, want er is geen enkel ongeldige, dus je hebt goed geluisterd. Dus Truidenhof 20 ja, 6 nee, 2 onthoudingen. En voor Freddy 19 ja, 7 nee en 2 onthoudingen. Collega's, dan ben ik nu aan de rondvraag wat het dossier weerraad betreft. Ik kijk rond. Nee, dat wil ik ook nog meegeven, dat die CO2-meter hier altijd schommelt rond de 720, dus dat is hoog, maar dat is goed. Dus je hebt een veilige avond doorgebracht. Als je corona hebt, is het niet van hier, collega's. En dan heropen ik nu de gemeenteraad en de geheime zitting.